hoe je een custom game start. Gewone games en Blackout weten we onderhand wel, maar de custom games blijken toch al een beetje moeilijk te zijn, dus daarom deze Nederlandse beschrijving voor jullie, zodat we allemaal lekker custom games kunnen spelen. Wil je een keer tegen GGC spelen? Ga even naar de website, zeg even ik wil een custom gamepje tegen jullie spelen, zeg hoeveel personen en let's go! We gaan naar custom game toe. In custom game gaan we op zoek naar wat wil je gaan doen. We willen een solootje doen in dit geval, want ik ben helemaal alleen aan solo. Geen probleem. Het eerste wat je kunt doen is je character kiezen natuurlijk en je armory. Kun je allemaal lekker doen, geen probleem. Dan gaan we naar play. Hij begint af te tellen, een match starting. Dan krijgen we gewoon het normale beginscherm wat we normaal gesproken ook zien in de blackout. Met onze welverdiende tip natuurlijk. Nou goed, niet dat iedereen die leest. Altijd wel even handig als je net begint. Maar laten we heel eventjes kijken wat we nou moeten doen. We zijn natuurlijk ook altijd op YouTube te kijken. Dus volg ons, abonneer op ons. En stuur even een mailtje. Als je samen met ons wil gamen. Hup! We zijn hier! En als je nou goed kijkt, dan zie je in de linkerhoek, zie je jouw map. Daaronder staat deployment pending. Nou goed, dat blijft net zo lang staan. Dat gaat niet veranderen totdat je zelf iets doet. Oké, dus wat gaan we nou doen? We gaan op onze option button drukken. De option button op je controller. En dan krijgen we dit te zien. Hey, quit game. Nee, dat is het enige wat men ziet normaal. Daar moet je niet toe. We gaan naar Option. R1. En wat zien we dan? We zien hier Start staan. Mocht het zo zijn dat je hier geen Start ziet staan, ga dan op Network staan en druk met je pijltje naar beneden. Dan kies je hem ook. Ook al staat hij er niet, dan kun je hem dus wel kiezen. En dan is het gewoon een kwestie van kruisje drukken, dismiss op het rondje en daar zijn we. Aftellen om te starten. De game is niks anders. Game mode blijft hetzelfde. De cirkel gaat ook steeds kleiner. Het is alleen leuk om samen met je vrienden, eventueel met je GGC clan, om het samen te doen en om samen lekker te gamen. Nou, ik hoop dat ik jullie uitgelegd heb hoe het nou te doen en dat jullie gezellig een rondje kunnen gamen. Dus tot dan en abonneer naar onze link op YouTube.